Dames en heren, beste Etienne, beste Sozian. Mij is gevraagd om in 10 minuten tijd iets te zeggen over schoonheid. En ja, de hoogste vorm van schoonheid die ik ken is die in de wiskunde. En ik weet dat Etienne dat deelt met mij. Dus zal ik het hebben over schoonheid in de wiskunde. En uiteraard denkt u, dat kan toch niet in 10 minuten tijd het hebben over schoonheid in de wiskunde. Dat is toch uitgesloten. Meer zelfs, ik ga 2 dingen doen. Ik heb 10 minuten, ik ga 8 minuten gebruiken, deze tijd inbegrepen, om het te hebben met u allen over schoonheid in de wiskunde. Daarna ga ik mij veroorloven, mijn excuses daarvoor, om 1,5 minuut vrij te maken om mijn persoonlijk cadeau aan Etienne te overhandigen, namelijk een bespiegeling rond de formule van Euler. En dan blijft er nog 30 seconden over voor een ferm applaus. In dat eerste luikje, wat ik wil doen, is beweren dat wat daar staat op deze cartoon niet juist is. Namelijk de indruk geven dat het onmogelijk zou zijn om te proberen wiskunde duidelijk te maken naar een breder publiek toe. En ik zal u proberen aantonen, als het mij lukt, dan is de avond bijzonder geslaagd, althans voor mij, om dat in 5 minuten te doen. Van 5 minuten ga ik u van zo goed als vertrekkende van niks leiden tot mathematisch onderzoek dat vandaag spitsonderzoek is. En waardoor u meteen mee zult zijn. We gaan het proberen. Dit kent u allemaal. Oké, dat mag ik vanuit gaan, neem ik aan. En dit heeft u ook geleerd. Om op te tellen, af te trekken, te vermenigvuldigen en te delen. Dus nemen wij een willekeurig getal. Dan uiteraard kan u dat delen door 2. Dat heeft u dan 14. U kan nog eens delen door 2. U heeft nu 7. En dan gebeurt er iets raars. Dat getal 7, u zou het nog graag verder willen delen, maar u merkt dat u vastloopt. U kan het nog juist geteld delen door 2 getallen. Namelijk 7 zelf en 1. Die getallen die eigenschap hebben, dat ze enkel door zichzelf en door 1 deelbaar zijn, dragen die prachtige naam priemgetallen. Tot nu toe bent u mee. Ja. Uitstekend. Kijk, als u dat allemaal weet over die priemgetallen, dan beseft u uiteraard dat op 2 na alle priemgetallen oneven moeten zijn. Uiteraard, een getal groter dan 2, neem 8, is uiteraard even en dus deelbaar door 2. Dus zij moeten oneven zijn. Waaruit noodzakelijk moet volgen, u hoort, dit wordt al echt wiskunde, het moet noodzakelijk volgen, dat de kortste afstand tussen 2 priemgetallen 2 kan zijn. Dichter kunnen ze niet liggen bij elkaar. Zijn er zulke priemgetallen? Jawel, er zijn zulke priemgetallen. Ik laat u de eerste 8 koppels zien. Nee, dat zijn de tweelingpriemgetallen. Ik vergeet de naam te geven daarvan, mijn excuses. Dit zijn de eerste 8. 3, 5, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 41, 43, 59, 61, 61, 67, 101. En uiteraard voelt u de vraag komen. En dit is de vraag die wiskundigen nog altijd bezighoudt vandaag. Namelijk, hoeveel zijn het er? Een eindig aantal? Stopt het ergens? Of zijn het er een oneindig aantal? Kijk, nu bent u al mee, want nu zit u al mee met wiskundigen aan tafel. Want zij zouden zeer graag dat antwoord willen weten en we hebben nog steeds geen volledig antwoord. We zoeken nog steeds. Nu, u zal denken van, ja, maar ja, wacht eens even. Wat die wiskundigen doen, ze kunnen toch blijven zoeken. En dat doen ze ook. Wat u daar ziet staan, is het op dit ogenblik grootste paar dat bekend is. Ik ga het zelfs niet eens uitspreken. Dat heeft absoluut geen zin. Ik wil u wel graag wijzen op de netheid van de wiskunde, dat u die min plus 1 op het einde hebt. Ja, uiteraard. Het ene getal min 1, het andere getal plus 1, want de afstand moet 2 zijn. Onvermijdelijk. Toch van een grootse schoonheid. Als u echt tijd te verliezen heeft, kruip op internet, zoek dit getal. Er is een website waar u de 39 pagina's krijgt met de 200.700 decimalen. Dus dat getal decimaal uitgeschreven. Wat je daar moet mee doen, weet ik ook niet juist. Maar goed. Nu zou je denken, ja, wacht eens even, dit heeft toch geen zin? U vindt alleen maar een groter koppel. Daarmee weet je toch altijd niet of er nu eindig of een oneindig aantal zijn. U heeft volkomen gelijk. Dus hebben wiskundigen gezegd, we kunnen dat zo niet op die manier blijven voortdoen. Hebben ze eigenlijk nooit echt goed op die manier gedaan. Namelijk, de vraag gesteld, kijk, zouden we het toch niet beter anders moeten aanpakken? En ik denk werkelijk dat ik het nog mag meemaken in mijn levenstijd. Ja, ik ben in vergelijking met Etienne, ben ik piepjong, dat heb je mij al een paar keren duidelijk gemaakt. Dat ik niet mag zeggen dat ik al een rijper man geworden ben. Nee, ik ben een jong knaapje. En ik voel mij ook zo inderdaad. Dat het kan dat we toch een antwoord zullen krijgen. Want wat hebben wiskundigen gedaan? Ze hebben zich de volgende vraag gesteld. Als je het achteraf bekijkt, dat is meestal zo, zijn die vragen voor de hand liggend. Namelijk, oké, priemgetallen die op een afstand 2 van elkaar liggen. We slagen er niet in om aan te tonen of het een eindig aantal zijn of een oneindig aantal zijn. Wat als we nu genereuzer zijn en die afstand groter maken? En ons afvragen, zou er een afstand te vinden zijn met de eigenschap dat als 2 priemgetallen maximaal van die afstand van elkaar verwijderd zijn, dat het er een oneindig aantal zijn?
Dan kunnen we daarna proberen om die kloof kleiner te maken. En dat is gelukt. Dat is gelukt. Het eerste resultaat, april vorig jaar, Yitan Tsang heeft aangetoond dat het geldt voor een kloof van 70 miljoen. Je hebt dus 2 in het achterhoofd. En u denkt, dat zijn toch echt rare mensen, die wiskundigen. 70 miljoen en ze hopen op 2 uit te komen. Dat duurt toch wat. Ah, nee. Dan rekent u buiten de creativiteit van die wiskundigen, want heel snel daarna, einde mei, was het al verfijnd naar 60 miljoen. Je denkt, dat gaat vooruit. En dan ontstaat er een fundamentele doorbraak. Terence Tao, een van de topwiskundigen van dit ogenblik, dus je bent nu echt aan het meepraten met de topwiskundigen, tezamen met een team en via een blog... de tijd loopt, ik merk het. Via een blog en een website zijn erin geslaagd om het naar beneden te krijgen tot 4680. En u denkt, ja, maar toch 2 blijft toch wel een eind weg. Nee! In november 2013, een jonge knaap, James Maynard, toont aan dat het naar beneden kan tot 600. Ondertussen verfijnd tot 576. En dan denk je, oké, uiteindelijk moeten we bij 2 komen, maar vertrekken van 70 miljoen om dan uit te komen op 576, dan lijkt het toch dichtbij te liggen. Kijk, u heeft dit perfect kunnen volgen. Dat betekent, als u nu... In de komende tijd, als de dag komt dat u de krant openslaat en daar staat ergens verloren, dat zal ergens verloren staan in een klein kolommetje, wiskundigen tonen aan dat er oneindig veel tweelingpriemgetallen zijn, bedenk dat u dan kunt kijken naar de rest van de mensen die rond die ontbijttafel zitten en dat u de woorden van Etienne zou kunnen gebruiken, namelijk, jij weet niet wat dat betekent, ik zal het u uitleggen. Dan kan u dat eindelijk doen. En dan nu, de anderhalve minuut. U hoeft niet mee te luisteren, u mag uiteraard meeluisteren. En ik weet dat een aantal mensen die ik in de zaal zie zitten, zeker zullen meeluisteren om mij nadien terecht te wijzen. Die stap was niet juist van Mendingham. De fameuze formule van Euler. Een van de recentste keren dat wij elkaar hebben ontmoet, nog niet zo lang geleden, hadden we het nog even over het bewijs ervan. En ook, ik neem aan dat het standaardbewijs dat geleverd wordt, is in termen van reeksontwikkelingen. En dat gaat ook wel vrij snel. Ik heb er een ander gevonden. Ik bedoel, niet zelf gevonden, maar na lang zoeken ben ik er op eentje uitgekomen dat ik echt van een grootse schoonheid vind, denk ik. En het gaat over schoonheid. Het past op die ene slide. U vertrekt van de klassieke voorstelling van een complex getal. Cosinus theta plus i sinus theta. Wat doet u? U leidt beide kanten af. Dan krijgt u de afgeleide, dz is gelijk aan... Cosinus theta afgeleide is min sinus theta. En sinus theta wordt afgeleid cosinus theta, d theta. Dat lijkt niet zo interessant te zijn totdat u zich realiseert dat die min die voor die sinus staat, dat je dat kunt vervangen door i kwadraat, want dat is uiteraard min 1. En één keer als je dat hebt, kun je die i naar buiten brengen. En dan staat daar dz is gelijk aan i maal, en als je de termen omdraait, cosinus theta plus i sinus theta, maar dat is uitgerekend de z van daarboven. Dus eigenlijk krijgt u dit. Dat dz gelijk is aan i maal z maal d theta. Dus breng die z naar de andere kant, dan krijg je dit. Dz gedeeld door z is i maal d theta. En als je aan de linkerkant ziet staan, dz gedeeld door z, elke wiskundige herkent dat ogenblikkelijk. Die denkt van, als je dat integreert, dan krijg je de natuurlijke logaritme. Dus je doet dat. En je krijgt dat de natuurlijke logaritme van z gelijk is aan i maal theta. Maar als dat het geval is, dan moet daaruit volgen dat z gelijk is aan e tot de macht i theta. En uiteraard weten wij dat als theta gelijk is aan pi, dan moet z gelijk zijn aan 1. En daar staat, in de vorm die jij prefereert, Etienne, de formule van Euler. Zie daar mijn geschenk en een gelukkige verjaardag.